Je kijkt naar het Weersjournaal van Weerplaza. Op dit moment is de bewolking nog niet zo heel dik boven Nederland, maar wel aanwezig met af en toe wat motregen. Ten westen van ons land liggen dikkere wolken klaar en vooral vanmiddag gaat het harder regenen. Die regen hoort bij een koufront. Daarvooruit is het dus zacht, 8 tot 10 graden. En als dat koufront aan het eind van de middag één keer gepasseerd is, gaat het kwik flink omlaag. Later vanmiddag begint het in het noorden en noordwesten wat op te klaren. De wind waait stevig door, vooral in de kustgebieden waait het hard met windkracht 7. Maar vanavond gaat de wind wat draaien en afnemen. Winnen de opklaringen terrein kan er nog wel een bui vallen. En bij die buien is kans op onweer. En misschien ook een keer wat natte sneeuw. Voor de nacht staan temperaturen rond het vriespunt op het programma. Dat betekent dat het lokaal glad kan zijn. En morgen is het gewoon aan de frisse kant. 4 tot 6 graden met wat zon, maar ook buien. Hagel, onweer, natte sneeuw is mogelijk. En de wind waait uit een westelijke richting. Matig tot vrij krachtig. Vrijdag en zaterdag ook nog kans op buien. Kan een winters karakter hebben met temperaturen van 4 tot 7 graden. In het weekend verandert de temperatuur verder niet veel, maar zondag is het wel meest droog en de zon schijnt geregeld. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.